Welkom terug bij Gamers Net Gear, waar we elke week een leuk stukje tech behandelen. En ik weet het, ja, we horen het vaak mensen, we gaan altijd voor de veel te dure producten. Het wordt tijd om een keer budget te gaan. We behandelen een Sharkoon mechanisch toetsenbord, wat gewoon betaalbaar is daadwerkelijk. Mike is aangeschoven en die heeft hem heel lang onder de vingers gehad. Mike, wat is de Sharkoon Skiller? Ja, de Sharkoon Skiller is, hè, zoals je al zei, een budget mechanisch toetsenbord. Yay! Daar hebben we er een. Dat houdt wel in natuurlijk wat minder features dan de high-end Corsair units, et cetera. Maar ja, hij is redelijk. Het is een toetsenbord. Het is een toetsenbord. Er zitten knopjes op. Je zegt hij stript wat van die luxe zeg maar aspecten. Ja. Wat mis je hierop? Of ja, wat mis je hier niet op, want je betaalt 60 euro ervoor. Nou ja, ik mis de RGB als kiespijn. Tuurlijk, ja. Die is vervangen door gewoon witte achtergrondverlichting. Helemaal prima. Dat is sowieso fijn, want RGB zelf is heel slecht in wit licht produceren. Precies. Dus als je gewoon voor een wit ledje gaat, heb je veel fijner wit licht, mocht je dat willen. En het vloekt ook nergens bij, dus dat is gewoon neutraal. Want ik heb ook mijn allereerste mechanische toetsenbord. Dat had blauwe verlichting. Dus als de rest van je setup rood is of zo, of groen. Ja. Ja, daar is RGB dus de oplossing voor. Precies. Maar tegelijkertijd met wit zit je eigenlijk altijd goed. Dat is ook gewoon een modetip. Wit kun je altijd combineren exact. Met alles. Ja. En je kunt gewoon alles zien. Ook de rest van je kamer is helemaal donker, maar toch zie je wat je typt. Ja, mooi. En zonder poespas. Dus dat is ook best wel fijn. En dus geen numpad, toch? Dit is en geen numpad. Zo'n tankkeyless. Inderdaad, tankkeyless. En dat vind ik ergens prettig. Mm-hmm. Want dan heb je meer ruimte voor je muis. Dus tijdens het gamen is dat heel erg fijn. Ja, maar het is dan weer dat je dan gaat zeggen van, oh, maar als ik dan Excel sheets in wil vullen, dan precies. Heb ik weer geen... Ja, of mijn belasting invullen, dat doe ik dan toch onbewust, ook wel met een numpad. Je creditcardgegevens invullen als iemand je nodig heeft, ja, dat precies. Is ook vaak fijner daar. Ja. Dus dat mis je dan wel als je ook echt typt. Mm-hmm. Maar als je hem alleen voor het gamen gebruikt, prima. Dan is het echt een fijn toetsenbord met rode keel switches. Dus, oh ja. Keel is een beetje de knock-off noemen ze het vaak, van Cherry. Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die keel dan juist weer net fijner vinden. Precies. Maar het komt wel neer op dezelfde soort van kleurenverhouding. Ja, keel rood lijkt op Cherry MX rood, keel blauw lijkt op Cherry MX blauw. Ja, ik heb dus de met rode. Ik weet niet of hij ook in andere... Ze hebben hem volgens mij ook in het bruin en in het blauw. Dat is eigenlijk een beetje je trifecta natuurlijk aan verschillende soorten mechanische switches. Alle standaard. Rood is lineair, bruin is tactile en blauw is clicky. Ja. Ja. Precies. Jij hebt dus lineair en die zijn ook gewoon prima. Zijn die te vergelijken met die van Cherry? Ja, ik denk het wel. Ik heb die van Cherry, moet ik eerlijk bekennen, nooit onder de vingers gehad. Maar, zijn heel erg wel die speed switches. Die zilveren. De heel erg gevoelige variant van rood is. Ja, het is basically rood op steroïden. Ja, precies. Ja. En zo voelt het wel een beetje. Het is fijn om mee te gamen, maar je moet geen trillerige vingers hebben, want dan ben je alles al in aan het drukken. Dat is vaak het ding met die rode. Ja, dat dus. Dus heb je inderdaad trillerige vingers of moet je veel typen, dan kun je beter voor een niet-rode switch gaan. Bruin, ik vind bruin altijd heel fijn en als je dat klikkie wil, dan weet je het, dan moet je er voor blauw. Ja, voor luid. Precies, dat. Ja. Dus dat. Dat doen ze ermee. Dus dus je hebt dan ook een beetje de knock-off switches. Daar zullen ze de prijs mee gekut hebben. Natuurlijk, dat numpad gaat eraf, RGB gaat eraf. Dan is die vrij bare bones. Maar denk je dat dan 60 euro een prima prijs zou zijn voor zo'n bare bones ding als dit? Dat is op het randje, denk ik. Want er zijn ook iets goedkopere mechanische toetsenborden. Oké. En voor 60 euro dan zou ik bijvoorbeeld een USB pass-through willen zien. Bijvoorbeeld. Ja, want dat zit er ook niet op. Nee, dus ook geen pass-through, ook geen microfoon of headset. Nee, helemaal niks. Het is echt alleen maar een kabel voor het toetsenbord zelf. Ja. En dat vind ik dan voor 60 euro dan misschien kun je dan beter voor een ander budgetmodel gaan. Ja, 60 euro zit je tegenwoordig al wel in een markt waarin je toch al best wel veel keuze hebt. Precies. Het is niet meer dat je dan maar één of twee toetsenborden überhaupt hebt om uit te kiezen. Nee, precies. Steeds meer fabrikanten springen erop in en dan is 60 euro misschien wat aan de prijzige kant. Ja. Aan de andere kant weet je wel gewoon waar je aan toe bent. Ja. Dat is ook wel wat waard. Ik bedoel, witte achtergrondverlichting, dat
Dan zou je voor kunnen zeggen dat mensen, dat je daar juist specifiek naar op zoek gaat. Ja. Maar bijvoorbeeld Logitech heeft ook een paar budget mechanische toetsenborden die ook witte achtergrondverlichting hebben. Ik geloof dat zelfs Trust en dergelijke het doen. Speedlink heeft er eentje gehad, ook Tangent en zo. Ja, dus, je ziet dus inderdaad wel steeds meer partijen. Je ziet steeds meer mensen daarop inspringen en daarom vraag ik me af of Sharkoon dat kan. Sharkoon is wel heel lang een heel groot merk geweest als het aankomt op budgeting. Ik bedoel, hun kasten zijn ook best wel lang populair geweest als zijn de kast die je even voor €50 erbij haalt en verder gewoon een beetje al simpel is, zeg maar. Er is één ding waar ik nog niet helemaal zeker over ben en dat is, hoe zit het met de software? Zit er überhaupt software bij? Want je zou zeggen, weet je wel, dat alles gewoon op het toetsenbord te bedienen is en dergelijke. Met extra toetsen, weet je wel, de verlichting sterkte aanpassen en zo. Er zit inderdaad, je hebt, de verlichting is met het toetsenbord zelf te regelen, met gewoon de FN-functies. Verder zijn er macro's. Ook in te stellen met toetsencombinaties, want dat zie je nog wel eens. Dat heb ik niet geprobeerd. Oh, dat is maar heel lastig. Maar ja, is er precies software dan? Er is wel software. Oké, okay, en hoe is om die macro's in te stellen. Die, ja, wat kun je ervan verwachten? Het is echt alleen maar om macro's in te stellen, weet je? Dus ja, oké, okay, ja. Dat is niet allerlei verschillende profielen, neem ik aan. Nee, precies. Nee, oké. Okay, maar wat me wel in het begin heel erg opviel, was dat die macro's, die hebben stiekem al een functie. Oh, die zijn al vooraf geprogrammeerd, zeg maar. Ja, alleen ik zie het punt er niet helemaal van. Want het is de M1 tot en met M5 heb je. Uh-huh. En die zijn zo ingesteld dat ze F1 tot en met F5 oh, okay, hebben. Dus ze hebben geen... Huh? Out of the box heb je zeg maar twee keer de F-toetsen. Oké. Okay. Super handig. Ja, en ik had een keer per ongeluk op de M5... had ik iets liggen, een boek of zo. Uh-huh. En mijn pagina's bleven maar refreshen. En toen kreeg ik door van, macro's zijn al ingesteld. Ja, ja. En ik moet mijn bureau opruimen. En ik moet mijn bureau opruimen, ook dat. Ja, maar oké, ja, dat vind ik een beetje apart dan. Dat was apart. Je zou zeggen dat als ze een macro-functie erop zetten en ze willen er al iets op vooraf programmeren, dat ze dan op zijn minst laten zien van, kijk, dit zou je er bijvoorbeeld mee kunnen doen. Ja, ze precies. Ze kiezen er gewoon voor om hetzelfde nog een keer te doen. Ja. Ja, je zou zeggen dat daar even een of andere software-engineer misschien zoiets anders even had moeten binden. Ja, ja. En op de fabrieksunit had moeten zetten. Ja. Maar oké. Ieder zijn ding. Van wat ik van jou begrijp is het voor €60 dat je denkt van ja, het zou de juiste keuze kunnen zijn. Maar ik zit ook te denken, voor €60 heb je ook al zelfs dingen met een klein beetje RGB. Ja, en je precies, hebt bijvoorbeeld de Ducky toetsenborden zijn vrij goedkoop en zijn heel veel mensen wild van... Het valt een beetje tussen de boten, zeg maar. Ik denk het wel, ja. Ja, ja toch? Dus, het zou de goede keuze kunnen zijn, maar kijk wel heel goed voordat je de aanschaf daadwerkelijk doet. Ja, en je zou sowieso al een fan moeten zijn van witte verlichting. Ja. En ja, het design, ik vind het voor Sharkoon vrij sober ook. Dus wat jij zegt, lekker strak. Ja, het past snel in je setup. Ja. Dat is natuurlijk wel, daar is natuurlijk ook alweer iets voor te zeggen. Natuurlijk, sommige mensen zijn gewoon op zoek naar gewoon een toetsenbord. Ja, precies. Geen poespas. Ja, dan lijkt dit wel iets wat je zou kunnen zijn. Ja, inderdaad. Misschien weet je wel, als hij een keer in een leuke sale is of zo, dat je dit ding voor €40 op kan pakken, dan is het wel echt iets van, oké, wauw, dat is een... Ja. Doe het. Ja, nou ja, oké, dan hebben we dat in ieder geval. De Sharkoon Skiller, heel specifiek ook de SGK2 geloof ik, want er zijn meerdere skillers, ze noemen het allemaal skillers. Dit is een kleinere, mechanisch. Er zijn ook skillers die niet mechanisch zijn. Pas daarop als je hem zelf op gaat zoeken. Maar in ieder geval, dat is wat onze Mike Gevers ervan vindt. En dat was het voor Gamersnet Gear deze week. Mocht je vragen hebben, opmerkingen, wil je iets kwijt? Daar zijn al die reacties hieronder voor. En natuurlijk, je bent welkom op Gamersnet voor de rest van de week. En of bijvoorbeeld volgende week voor nieuwe Gamersnet Gear. Want ja, we hebben ook weer een heleboel luxe toetsenborden om naartoe te werken. Met volgende week eentje van Razer. Yay! Tot snel! De ballen. Ballen. Dat is lang geleden dat we daarmee zijn afgesloten. Ja, toch? Ik stel voor dat we dat in 2019 weer terug gaan.